mikäs kunta vai bom zoranto ja se aj kaikin antelanto se kuje mera haste tes weekend tes smoking time Herr, war ich not herrlich. Anna natürlich ein Glas Jus dabei, mit Vitamine. Ja, Menschen denken, dass ich alleen maar Bier trinke, aber das ist es nicht. Ich trinke auch heel veel andere Dinge. Zoals Whisky, Rum, Multivitamine, Cola, Water. Nee, kijk. Ik begin vanavond pas met drinken. Ik heb me aan het doel gesteld. Alleen nog het s'avonds, een aantal blikjes. Ook niet meer na mijn verplichtingen. Overdag als ik aan mijn verplichtingen heb gedaan, dan ook niet gelijk daarna een bier te drinken. Want ja, het is toch wel weer een beetje te veel geworden. Aangezien ik ook eigenlijk alcoholist ben, onder andere bij mijn andere verslaving, moet er sowieso mee uitkijken. Maar een aantal jaren geleden heb ik medicatie gehad in een tijd en toen mocht ik 3 maanden geen alcohol drinken. Toen heb ik ook 3 maanden geen alcohol gedronken. En nou ja, dat was op zich ook geen probleem. Een tijdje geleden heb ik ook 2 weken helemaal geen alcohol gedronken. Dat was ook geen probleem. Maar op het moment dat ik begin te shaken, te wibberen, dan weet ik, het zit wel goed fout. En dan wil ik niet meer dat dit gebeurt. Maar ik was wel een beetje veel te drinken weer. Vanavond uiteraard wel. Party time. Waarschijnlijk komen er nog vrienden en zo. Dus dat wel uiteraard. Want deze weekend nou. Ik heb dus straks met een maat gesproken die ik zeker 8 maanden niet meer gesproken heb. En die maat heeft opleiding sportinstructeur gedaan. Die is pas 25 jaar oud. En het is een Vietnamees. En ja, die heeft nog wel een aparte naam. Niveau heet die. En die jongen die heeft plannen, grote plannen. En ik weet dat die jongen dat ook realiseert. En hij heeft me gevraagd of hij nog mee kon helpen en dat soort dingen. En ik zie dat wel zitten. Ik moet een hele hoop inlezen over cryptomunten. Over bitcoins en die andere cryptomunten en die hele shit allemaal. En hij wil sportcentrums in Vietnam, in zijn thuisland, gaan openen. Hij wil allemaal plannen klaar, PowerPoint, presentaties ook. Dus ja, dat zou wel vet cool zijn als dat ons doel zou zijn en ik hem daarbij kan helpen. En dat we dat kunnen realiseren. Dat ik op die manier weer ja, op een normale, legale manier geld verdien. Want ja, een uitkering is helemaal niks. Trigger niks. Dus je moet moeten voorzien in je eigen inkomsten. En aangezien met mijn hand en mijn hart en die hele shit en zo. Sommige dingen toch een probleem zijn qua werk. Dus moet ik andere manieren zoeken. Eentje daarvan was om een bekende vlogger te worden. Maar ja, daar verdien je ook niet heel veel mee. Of je moet op een gegeven moment je eigen kledinglijn maken. Zoals die andere populaire vlogger. Maar ik ben toch wel trots dat ik al 16 abonnees heb. Dus, je gasten, wat kijk. Alsjeblieft, abonneren en een duimpje. Please. Help Ronnie even een jaartje tot zijn plannen door. Hero. Piep. Nee, maar serieus. Als mensen kijken, fucking duimpje. En we gaan wel zien hoe ver we komen. Ik heb alleen nog meer plannen. En, ja, ik ga een paar plannen uitgooien. Want ik wil wel gewoon normaal geld kunnen verdienen. En niet afhankelijk zijn van de sociale dienst. Kan niet. Zo ben ik niet. Zin niet in me. En ik heb nog meer plannen. Een hele hoop plannen, die ga ik realiseren. Gasten, fijne avond nog, fijn weekend. Later.
Nou, loopt hij nog. Oké, dan ga ik jullie gewoon even laten zien hoe ik wel een vinger op de naald. Wat ik voor weekend heb gekocht. Ik. Beetje wit en een beetje afgaan. Maar ik mag geen reclame maken, denk ik. Dus we doen het zo. Met de sorry. Dus geen reclame. En dit is ook geen reclame. Dus ja, ik denk dat ik hem met die wiet en die afgaan. Gewoon een weekendje wel door, eigenlijk. Dus gasten, later. En nou doe ik wel op de goede knop. Kom op, joh, kutzooi. Blijft nou nog doorlopen. Fuck it, hè. Kan je.